Ja, jullie denken dat ik lieg als ik dingen zeg zoals dit. I'm done. Dat was hem. Ik ben er klaar mee. Ik ben er gewoon klaar mee. Neem me volgende keer serieus, oké? Want ik heb daarna ook niet meer geüpload. Ik was op vakantie en ik baal enorm dat ik niet meer video's erover heb gemaakt. En nu is het programma ook gewoon al afgelopen. Maar goed, betekent wel dat de reunie online staat. Laten we gaan kijken. Kwamen ze allemaal binnen, looking fresh, alsof het een gala is. Terwijl ze gaan een vrij ordinaire reunie tegemoet. Waarom bemoei jij je er dan steeds mee? Omdat hij zijn bek dekt. Nou, gelukkig was er wel een soort publiek. Ik weet niet wie ze stagiairs dit zijn. What the fuck doen zij daar? Toen zagen we Robert. Iedereen had er eigenlijk helemaal zin in. Hey, hebben we er zin in? Nee. Nou. Oké, niet iedereen. Morena wel. Hallo. Hey. Heb je er zin in? Ja, ik heb er echt heel veel zin in. Mooi, Morena had er helemaal zin in. Ik heb zelf ook helemaal zin in dit programma. Ja, ik heb natuurlijk wel wat frustraties naar mensen toe. Dus die ga ik wel even uitenen. Waarom plakt zij gewoon letters aan woorden? Uitenen? Ik heb er wel echt veel aan overgehouden, moet ik zeggen. Ja? Ja. Als in? Nou, ik word echt voor heel veel programma's nu ineens gevraagd. Te gek. Oh, ik dacht hij gaat zeggen PTSD. Ik zit sinds het programma nu in therapie en aan antidepressief. Dan had ik naar expeditie. Nul programma's zaten bij mij in mijn mail, want corona begon. Ik had PTSD voor niks opgelopen. Mijn mail was echt buzzing ineens. Mijn mail was nooit zo druk. Ik kreeg alleen maar kruidvatmailtjes eerst, maar nu kreeg ik allemaal leuke mailtjes. Dus ja, voor mij is het wel goed uitgepakt, die afleveringen. Heel veel mensen vroegen aan mij, fuck, alsjeblieft een recap doen over Good Luck Guys. En ik ben de broedse niet, dus laten we gaan beginnen. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Nee, ik moet poepen. Vijssel, dan zou ik je adviseren om eerst even te gaan poepen zo meteen. Nu kan ik gewoon niet meer normaal naar zijn raps kijken zonder dat ik de hele tijd denk dat hij moet schijten. Hey, ik zit in de reunie, motherfucker. Ik zit in de reunie, doe. En we hadden met een topfragment ook. Ik praat over poep zonder dat ik de hele tijd denk dat hij moet schijten. Letterlijk over poep. Nou, ik zit in de reunie. Ja, jongens, daar zitten we dan. Eindelijk weer herenigd. Tenminste, bijna allemaal. Jotti kon er vanavond helaas niet bij zijn, maar ik ben ontzettend... Wie de fuck is Jotti? Wat? Oh, dit is Jotti. Oké. Oh, wat jammer dat zij... Ik was vergeten dat zij erin zat. Hoe kijk je erop terug? Heel eerlijk gezegd, als ik de afleveringen terugkeek, was ik wel blij dat ik maar tot aflevering 3 erin zat. Maar die 3 afleveringen waren wel meer spraakmakend dan sommige mensen die er langer in zaten. No shade. Dat zou ik geen shade, the fuck. Niet spraakmakend zijn in de reality show is niet iets waar je voor moet schamen. Wel spraakmakend zijn in de reality show is letterlijk praten over poep. Ik moet poepen. Of letterlijk een scheet laten. Hier. Dit was geen shit. Onze ruzie is... helemaal niks gelogen op dat moment. Niet? Nee, ik heb niet gelogen. Maar je hebt wel vaker in het programma gezegd dat je niet hebt gelogen. Net zoals met Harry onder de douche. Ik heb nooit gezegd op wie ik zou stemmen. Dat ging niet daarover. Dat ging niet over het stemmen. Oh, over wat dat is weer een leugen. Zie. Nee, Wat doet Vijssel in deze aflevering? Wat doet hij met zijn gezicht en zo? Ik vond Vijssel leuker in het programma. Ik vond Vijssel leuker toen hij nog niet alle mailtjes kreeg. Ik wil Vijssel van de Kruid wat mailtjes terug. Nou, we hadden laatst iets anders waar we aan meededen. En toen heb ik haar dus gebeld. Ja. En toen daarna had ze me ineens geblokkeerd na die opname. Ik vind het wel raar. Ja, maar WhatsApp doet dat zo altijd heel erg raar. Want ik sluit... Ah ja, nu zie ik. Ik had het helemaal niet gezien, joh. Of ik mee wil doen aan Ex on the Beach, seizoen 29. Jongens, zullen we proberen elkaar uit te laten praten? Ja, hij kan nooit stil zijn, dus het wordt lastig. Ah ja. Ik zei van tevoren net ook al tegen jou, plak tape op zijn mond, want anders... Oké, maar één voor één. Ik ga mijn mooie lippen niet verbergen. Ziggy. Mooie lippen. Goh. Jullie hebben dezelfde lippen. Het zijn dezelfde veelste grote lippen. Waarschijnlijk gaan jullie ook gewoon naar dezelfde. Monique van nummer 32 met de eigen beauty salon in de schuur. Ik beschreef nu gewoon de vriendin van Roy Donders. Nou, toen liet ze beelden van de twins zien. Weet je waar deze wenkbrauwen mij aan doen denken? Ken je van die TikToks dat er van die wenkbrauwspecialisten zo doen alsof ze klaar zijn? En dan ziet het er zo uit en dan, ah grapje, dit is het natuurlijk gewoon. De tweeling heeft nog de wenkbrauwen van voordat er wordt gezegd van, ah prank. Hoe kijken jullie terug op het avontuur? Ja, ik vond het op zich wel leuk. Ja, dan wel. En als ik zo mezelf terugzie, ja, ik heb wel echt dingen gedaan waarvan ik denk... Jezus, wat ben je aan het doen, joh? Ik ben 30 en ik doe nog steeds dit soort dingen op tv. Ik heb dingen gedaan waarvan ik denk... Ja, ik vind het wel knap van mezelf. Oh, oké. Ondertussen hangt er ook gewoon achter haar iemand tiet eruit. Wat zijn dit nou voor echte meisjes in de junglepraktijken? Waarom hangt er nou weer een tiet uit? Goed, nou, de tweeling vindt het dus helemaal knap van zichzelf. Is er trouwens nog iets specifieks als hoogtepunt voor jullie? Hoogtepunt is juist leuk of is dat dieptepunt? Dat weet ik ook nog eens. Nevermind. Nog iets anders dat jullie kwijt willen? Ik zou zo nog een keer teruggaan. Wat leuk. Wij zijn echt geen luxe poezen.
Nee, klopt. Luxe poes. Niet luxe poezen. Bij luxe poezen moet ik denken aan een kat die Gucci draagt. Weet je? Een luxe poes. Net een andere klemtoon. Maar die er wel voor zorgt dat ik niet denk aan je vagina met een diamant. Overigens noemen ze zichzelf geen luxe poezen. Maar ze namen wel maskers mee naar een survival programma. Sharon, jij moest het programma vroegtijdig verlaten. Wegens een uithaal naar Ziggy. Een duw. Rot op. Wat zeg je? Ga je nou nog steeds zeggen dat het geen duw was? Jongens, nee, dat was zeker geen duw. Jongens. Wat? Hoe is daar twijfel? Er zit best wel groot verschil in. Laten we gaan kijken. Dicht houden! Vecht er niet toe! Dat is een klap. Dat is gewoon... Als Morena moet zeggen... Niet vechten! Dan weet je dat je geen duw aan het geven bent. De duw was met je linkerhand. Met je rechterhand sloeg je hem gewoon. Je kan niet zeg maar met je linkerhand een middelvinger naar iemand opsteken en met de rechterhand... Wat? Moet ik naar de gevangenis? Ik stak gewoon mijn middelvinger op. Nou ja, kijk, ik vind... Als jij iemand echt slaat, mishandelt of naar de grond slaat... Dat je dan vast moet zitten voor mishandeling en dat je een strafblad moet krijgen... zodat je heel moeilijk een baan krijgt en nooit meer Amerika binnenkomt. Ben ik het er zeker mee eens dat jij het programma moet verlaten? Oké. Stel je voor, je slaat iemand naar de grond... Ja, ik snap dat ik nu wel uit het programma moet, jongens. Bitch, uit het programma moet? De politie is onderweg! Ik heb jou niet geslagen, ik heb jou een duw gegeven. Raakt mij niet aan met je goedkope handen, klaar. Met je mijn raakt... goedkope handen? Ja, je raakt mij niet aan. Nee. Zelfs Harry is dit gewoon helemaal zat. Dit programma was de druppel voor Harry. Na dit zien we hem nooit meer in de reality show sfeer. Als je op een gegeven moment Morena moet duidelijk maken dat je niet met haar wilt douchen... Dat was de laatste reality show. Fuck Ex on the Beach. Had ik hem maar zo fucking hard stom gegeven... dat ik tenminste nog voor een goede reden eruit ben gegaan. Maar dit is nou precies duwen. Wat ik bedoel. Niet jij hebt te weinig woorden. Had ik jou maar geslagen. Met communicatie, daarom sla je. Niet Monster die gisteren een TikTok heeft geüpload dat Ziggy haar heeft gevraagd om een klap te geven zodat hij viraal zou gaan. De enige inhoud die jij hebt, heb je laten inspuiten. Snap je? Dus zeg jij, je lijkt op Gerard Joling na 8 facelifts die mislukt zijn. Ja, hoezo zegt hij dit? Hij is de minst aangewezen persoon om zoiets te zeggen. Het is wel als Morena die iemand aanspreekt omdat diegene zou liegen. Je bent niet de aangewezen persoon. Kijk je gezicht, vriend. En nogmaals, hoezo zegt er niemand dat we haar tepel kunnen zien? Zonder Pietje, wie moet er nou bekend worden? Rot op. K2 zoek K3. Ja. Ik ben tenminste bekend geworden met talent, snap je? Nee, je bent talent geworden omdat iedereen je haat. Wat? Nee, je bent talent geworden omdat iedereen je haat. Ja, Ziggy. Je bent talent geworden sinds iedereen je haat. Je was niks, je kon niks. Iedereen ging je haten. Boom, look at you. Je kan nu zingen. Je bent K2, zoek K3 geworden sinds je bekend. Wow, what the fuck? Harry, wat was jouw rol binnen de groep? Ik zorgde gewoon dat iedereen een beetje eten had. Het vuur aanbleef. En voor de rest... Ik deed gewoon lekker mijn ding. Dat is fantastisch. De Harry dacht, Expeditie Robinson gaat mij nooit vragen. Fuck it, ik ga hier gewoon het maximale uithalen. In principe, het is een survival show. Het is wel iets anders. Nou, toen lieten ze beelden zien dat Harry bang is voor een springhaan. Besef dat Harry, wat een bokser is van het kamp, gered moest worden door een Belgische comedy TikToker. Eentje die dit soort filmpjes maakt. Ik had al van tevoren gezegd van kijk, ik doe alles. Ik met proeven en doen. Ik ben daar gewoon. Maar spinnen, ik heb daar een bloedhekel aan. Alles moet schoon zijn. Ik heb zelfs een verdelgingsbedrijf gebeld in België met zo'n astronautenpak. Waarom kwamen ze in astronauten pakken? Neil Armstrong, die kwam mijn huis insecten vrijmaken. Die kwam alles sproeien dat alles doodgaat. Want een spin is een bedreigde diersoort in Nederland. Hij weet dat spinnen een bedreigde diersoort zijn, maar liet ze toch alsnog allemaal doodmaken. Door een astronaut. Nou, toen liet ze de ruzie zien dat Morena zei dat Harry met haar wil douchen, terwijl hij een joke maakte. Ja, wat ging hier nou mis? Ja, ik heb eigenlijk er geen woorden voor. Alleen, ja, jij hebt gewoon geen respect voor vrouwen. Daar blijf ik nog steeds bij. Geen respect voor vrouwen. Als dat de issue was, dan was ze niet nog met de man. Dus dan zijn vier, vijf kinderen. Allemaal, die meisjes. Hij voor geen kinderen. Die meisjes. Oh, wat een goede man zeg. Luister, die meisjes die dansen zijn TikTok maar te hoerig. Die is knettergek. Ze zei letterlijk dit. En ik wil niet, als ik straks thuis kom, een hele... wat ik in de gevarenzone ook thuis kom. Ze was bang dat ze thuis in de gevarenzone zou komen. Gevarenzone. Wat is dit, de Hunger Games? Dan is de grap niet het probleem, hoor. Dan is je man het probleem. Heb je geen manieren geleerd van jouw ouders... hoe je vrouw misschien moet behandelen op de goede manier, Harry Potter? En ja, weet je, ik ben het hier echt totaal niet mee eens.
Met wat? Wat, hè? Ik heb soms het gevoel bij Morena dat zij niet nadenkt over de eigen zinnen. Maar dat ze zinnen uitspreekt die ze wel eens iemand heeft horen zeggen in een soortgelijke situatie. Zou je ook bedoelen? Ben je wat kinderen doen? Je hebt me echt gekleineerd op tv en heb ik echt niet verdiend. Oké dan. Niemand is perfect, weet je? Ik maak ook fouten. Zie je, dat zijn toch een soort kopies die ze gooit? Straks gooit ze opeens dit in een discussie. Ik heb dit gesprek met je ook gevoeld. Ja? Je kan okay. Me uitschermen. Nou, welkom bij deze aflevering van Good Luck Guys. Oh, wow, nee. Dat is jouw mening. Zeker mijn mening. Je durft niet eens een schorpioen te eten. Wat een loser ben je nou. Dankjewel. Harry zou een paar jaar geleden haar koffer in het zwembad hebben gegooid. Maar ik moet ook zeggen, je kan ook niet anders als je met zo'n persoon ruzie maakt. Met Morena ruzie maken is gewoon ruzie maken als iemand met syndroom van Down. Ja, toch? Dan denk je halverwege gewoon, wat de fuck ben ik aan het doen, joh? Wat ben je nou aan het doen? Ik ben ruzie aan het maken met iemand met een chromosoompje te veel. Dat is toch... En Morena, waarin is Harry voor jou te ver gegaan? Nou, dat hij me beledigd heeft op mijn uiterlijk. Maar ja, dat doen zwakke mannen. Die beledigen vrouwen op hun uiterlijk. Of niet, Harry Potter? Hoezo denkt ze hem te kunnen pakken met Harry Potter? Wat is er zo erg? Dus, hij lijkt niet eens op Harry Potter. Kijk, als ze Timo Harry Potter had genoemd, snap ik het. Ik heb dit gesprek met je ook gevoegd en je okay. Kan mij uitschelden, maar ja. Ja, ik scheld je niet uit. Ik beledig jou nu. Dat is hetzelfde, Morena. Dat is dezelfde definitie. Iemand uitschelden en iemand beledigen. Dat is gewoon hetzelfde. Maakt niet uit hoor, maar jammer dat je geen respect voor mijn mannen hebt. Morena, als je het nu terugziet, zo, deze beelden. Zou Robert zijn gezicht hebben gebruind of gewoon hele witte handen? sorry. Want ik mocht eigenlijk eerst douchen. Maar dat vertel je niet en dat filmen ze niet. Ja... Zo, precies zo is het gebeurd. Ja, sorry hoor, maar ik word gewoon ontoepasselijk van als ik haar hoor praten. Ja, het is echt fucking onaardig, I know. Maar het lijkt toch wel een soort debieltje. Ja, zo is het echt gebeurd. Ja. Zelfs Quinten denkt, wat de fuck gebeurt hier? Als de twee ex on the beaches het meest volwassen zijn van het programma, dan is je casting zo goed gelukt. Ik zat even aan het genieten van al die drama hier, hoor. Dus, Jij bent gewoon de kontenlikker van Harry. Oh ja, natuurlijk. Dat is wat je moet zeggen. Ja. Ja. Gaan we weer, hoor. Ik was een team met Morena, wij waren een duo. Ja. Wij een duo? Ik ben een duo met Macho. Macho en ik zijn het team, niet jij en ik. In het spel, man. Niet jij en ik. Macho is de enige in mijn leven die mij mag mishandelen. Kleineren. Nope. Liefhebben. Dat je iets dwars zat richting Rico. Zeker, ja. Kom maar op, luchtje hard, ja. Morena. Kom op, ik ben klaar voor. Ja. Nou, ten eerste, ben jij niet de hengst? Is mijn man een hengst, want hij heeft een grote lul in zijn broek? En ik durf 100% te... Ik geloof het ook niet. Ik geloof dat echt totaal niet. Je kan niet een grote lul hebben en nog steeds zo onzeker zijn als hij is. En ik durf 100% te zeggen dat jij dat niet hebt. Heb je zijn lul gezien dan? Nou, dat heb ik niet gezien, maar dat denk ik gewoon. Dat denk ik gewoon. Ik denk niet aan zijn lul. Ik denk niet aan zijn lul. Maar als ik hem zo zie, ik kijk niet vaak naar hem of zo, maar... Macho, waar is de camera? Macho, I love you. Verander niet de sloten thuis, alsjeblieft. Nee, ik vind het niet normaal, sorry hoor. Ik vond het wel grappig. Maar duidelijk is het een probleem voor haar. En Rico, hoe vind je het dan nu om te zien dat het Morena gekwetst heeft? Ja, ik zeg eerlijk, het boeit mij niet heel veel, man, om eerlijk te zijn. Waar gaat het over? I love it. Ik heb het gevoel dat zij dit allemaal nu gewoon zegt puur om haar vriend tevreden te houden. Nee. Maar ik denk dat zij wel anders denkt. Ik heb helemaal niks met haar, maar ik denk dat zij mij wel een knappe man vindt. Wat zeg je nou? Nou, ik ga niet eens op jou in. dit zou ik ook doen. Gewoon Morena even laten panieken. Nou, en toen eigenlijk aan het einde had Quinn ook voor het eerst wat te zeggen. Maar zouden jullie ook excuus kunnen maken voor die actie met die vlag? Nee. Oh. Oké, ik had de hele aflevering helemaal moeten bij elkaar verzamelen. Nee, dat maakt niet uit. Ik heb het ook niet nodig of zo. Zeker niet. Zou ik mijn excuus anders gewoon aanbieden? Ik wil heel graag mijn excuses maken voor mijn deel als ik misschien vervelend heb gekeken.